Goed, ik wil jullie wat vertellen over Thomas Reed. In het boek wordt Reed in alle vier de hoofdstukken die daadwerkelijk over een van de vier soorten scepticisme gaan, wordt Reed gepresenteerd. Vooral in hoofdstuk 2 wordt hij eerst uiteengezet in sectie 2.4, Reed en het direct realisme. En in andere hoofdstukken wordt daarna terugverwezen. En dan zit er nog een primaire tekst in. En die gaat voor, die komt uit de essays on the intellectual powers of man. En dan is dat vooral hoofdstuk 14 waar dat stuk uitkomt. Daar kom ik zo meteen allemaal op terug. Reed was een van de mensen van de Schotse verlichting in de 18e eeuw. Maar in allerlei debatten over politiek, filosofie, wetenschap gevoerd werden. Die werden gevoerd niet alleen op universiteiten, maar ook in allerlei social clubs. En in Aberdeen, waar Reed dan werkt, is dat de Wise Club. En daar worden dus ook allerlei papers gepresenteerd die dan later als boek verschijnen. Onder andere dus ook het werk van Reed zelf. Nou, wat ik met jullie wil doen, is ik wil kort nog iets meer zeggen over wie Reed was. En dan laten zien wat de filosofische traditie is waar hij tegen ingaat. Want hij gaat eigenlijk, zegt hij zelf, tegen de gehele filosofische traditie in van Plato tot Hume. En wat dan het punt is waar hij op, wat hij mee af wil rekenen. Want er is een bepaalde theorie die tot scepticisme leidt. En hij wil dat scepticisme niet. Daar zullen we uitgebreid op ingaan. En dan zullen we zien hoe Reed's eigen filosofie af moet rekenen met eigenlijk de traditionele filosofie. En dus niet tot een scepticisme leidt. Goed, Reed komt uit Schotland, is in 1710 geboren. En hij gaat dan in 1722 gaat hij in Aberdeen studeren aan het Marischal College, waar hij dan in 1726 afstudeert. Ze hebben daar dan eigenlijk geen middelbare school, dus middelbare school en universiteit in één, wat je dan deed. Hij groeit op in de traditie van Berkeley daar. Dat is wel interessant om te weten. Berkeley, die dus een idealisme verdedigt. En de professor Rieks, Blackwell, die is zelfs door Berkeley meegevraagd om het christendom in Amerika te gaan verspreiden. Heeft Blackwell overigens niet gedaan. Maar het was wel een Berkeleyaan. En net als Turnbull, en dat was een regent op dat Marischal College. En een regent was eigenlijk een docent die een hele hoop studenten onder zich had voor alle jaren die ze daar zaten. En die zegt al in die tijd, heel duidelijk, properly speaking, what we call matter and space are only sensible ideas, produced in us according to an established or natural order by some external cause. For when we speak of material things, we can only mean sensible perceptions that arise in our minds. Zo, heel duidelijk verdedigt hij een Berkeleyaans idealisme. En waarin hij dus eigenlijk sceptisch is ten opzichte van de materie. Maar hij was ook al een verdediger van de common sense. En common sense als de uiteindelijke scheidsrechter voor al onze vragen. En dus je ziet als straks Reed die common sense filosofie verdedigt, dat hij dat eigenlijk ook al op school heeft meegekregen. Goed, Reed gaat na zijn studie eerst theologie studeren, wordt vervolgens op dat Marischal College bibliothecaris. Uiteindelijk gaat hij daar weg en wordt als predikant aangesteld in New Marcher, waar hij 15 jaar werkt en in die tijd leest hij de boeken van David Hume en publiceert hij eigenlijk maar één artikel, een reactie op een wat ouder boek dan van Hutcheson, de grondlegger van de Schotse verlichting. En uiteindelijk wordt hij regent op King's College in Aberdeen. En dan gaat hij pas echt publiceren. En dan schrijft hij, in 64 publiceert hij eigenlijk pas zijn eerste boek, An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense. En dan schrijft hij nog na zijn pensioen twee boeken. En dat zijn eigenlijk zijn uitgewerkte collegeaantekeningen. Goed, nou. Hij gaat vooral in tegen de filosofische traditie, want die leidt tot scepticisme. En daar moet hij niks van hebben. En hij verzet zich dan tegen het idee dat eigenlijk door al die filosofen in die traditie geaccepteerd wordt. En dat is het idee van de Common Theory of Ideas. En hij formuleert het zelf als volgt. Nothing is perceived but what is in the mind which perceives it. That we do not really perceive things that are external but only images and pictures of them imprinted upon on the mind which are called impressions and ideas. Dus wij krijgen een indruk, een impressie. Dat is wat we waarnemen. En als we denken, vormen we daar ook nog een idee over. Of een idee van.
Hopelijk dat je ziet dat dat de formulering is die David Hume gebruikt. En hij verzet zich vooral tegen David Hume, want die heeft die traditie het beste doordacht, zegt hij. Maar het idee is dus, ik neem de buitenwereld niet waar, maar ik neem de impressie die van de buitenwereld afkomt waar. En de gewone man zal zeggen, ja, nee, als ik naar de zon kijk, dan zie ik de zon. He, dat is wat we zien. We zien de objecten buiten ons, die nemen we waar. En de traditionele filosofen, zegt Reed, die blijven maar volhouden dat, nou misschien is die zon er wel, maar wat je waarneemt, het echte object van de waarneming, dat is die impressie, dat is een idee, dat is iets wat niet het object zelf is. He. Dat is iets wat in de geest bestaat. Dus we nemen de impressie van de zon waar en niet de zon zelf. En dat is het idee waar Wietus zich tegen verzet. Nou kan je natuurlijk concluderen, ja ik heb een impressie van de zon, ja die moet dus van de zon afkomen. Dus moet er een zon zijn. Dus dan ben je nog wel een realist met betrekking tot het bestaan van die zon buiten jou. Maar omdat je de zon niet direct waarneemt, maar indirect moet concluderen dat die er is, kun je het een indirect realisme noemen. En iemand als John Locke is een filosoof die dat verdedigt. Dus die zegt ook, die past ook in die traditie, accepteert ook dat idee, de theory of ideas. Maar zegt wel, ja, er is een buitenwereld waar die indrukken vanaf komen. Het probleem is natuurlijk dat je dat fout kan hebben. Je kan denken dat je een impressie hebt van de zon en dat dus de zon moet bestaan. Maar denk aan de evil demon van Descartes. Ja, je kan zomaar in een virtual reality zitten en denken dat er een buitenwereld is op basis van die impressies, op basis van die ideeën, en er daar fout in hebben. Dus ja, als je die optie serieus neemt, dat je daar fout in kan zitten, dan volgt dus eigenlijk scepticisme met betrekking tot de buitenwereld. He, dus dat scepticisme zit logisch eigenlijk opgesloten in dat traditionele idee van de theory of ideas. En Hume is degene die dat volgens Reed het best gezien heeft. En die zegt van ja, Hume die brengt eigenlijk die traditie als het ware tot een einde. En die zegt ook met zoveel woorden, dit leidt tot scepticisme. En dus hij krijgt er ook de credit van Reed voor. En hij zegt het ook, hij zegt, al die filosofen proberen zich eigenlijk in die traditie tegen dat scepticisme te verdedigen, wat uit die theory of ideas komt. En Descartes no sooner began to dig his mind, hij praat dat in metaforen, then scepticism was ready to break in upon him. He did what he could to shut it out. Maar dat lukte dus niet. Descartes heeft het scepticisme niet buiten de deur weten te houden. Dan komen Malebranche en Locke, who dug deeper, found the difficulty of keeping out the enemy, scepticisme, still to increase, but they labored honestly in the design. Okay, ook weer mislukt. Wel weer een poging gedaan, maar mislukt. Then Berkeley, who carried on the work, despairing of securing all, bethought himself of an expedient. Hij vindt een uitweg by giving up the material world. Hij verdedigt een idealisme, which he thought might be spared without loss. We kunnen wel zonder. He hoped by an impregnable partition to secure the world of spirits. Dus in ieder geval, nou, die materiële wereld, daar kunnen we sceptisch over zijn. Maar de wereld van de mind, de wereld van de geest, die kunnen we toch houden. But alas, the treatise of human nature, David Hume komt om de hoek, wantonly sapped the foundations of this partition and drowned all in one universal deluge. Het lukt niet. Hè? We moeten eigenlijk toegeven dat we bij scepticisme uitkomen. En dus Berkeley geeft een materiële substantie op en is daarmee dus sceptisch met betrekking tot die materiële wereld. En Hume geeft de geestelijke substantie op. En Hume doet dat in zijn treatise als hij nadenkt over wat een persoon is. Zegt hij, als ik nu naar introspectie pleeg, wat zie ik dan? Ja, dan zie ik eigenlijk alleen maar die ideeën, de indrukken. Ik zie nooit mezelf. Ik zie altijd een concrete perceptie. Ik zie altijd, ik neem hitte waar of koud, maar niet mezelf. Ik kan me niet mezelf vangen zonder een perceptie. En als ik ga slapen, nou, dan neem ik helemaal niks meer waar. Dus dan moet ik eigenlijk zeggen dat ik niet besta. Dus volgens Reed is dan de conclusie dat bij Hume, dat je daar ziet, dat ook die geest eigenlijk, ja, daar, dat je daar sceptisch tegenover kan staan. En dat dus bij Hume die traditie tot het einde toe doorgedacht wordt, en dat je moet zeggen, ja, je bent sceptisch niet alleen met betrekking tot de materiële wereld, maar ook met betrekking tot die geestelijke wereld. En dan eindigt die traditie dus in een volledig scepticisme. En daar moet Reed niks van hebben. Hij zegt, ja, dat is toch
Dat is toch jammer. En hij zet daar zijn eigen common sense filosofie tegenover. En dan zegt hij, en dat is denk ik wel interessant dat hij dat doet, dan zegt hij, laten we nou eens kijken naar wat de argumenten zijn van al die filosofen, van Plato tot Hume, voor die theory of ideas, voor dat idee, voor die theorie, dat ideeën in mijn hoofd zitten, dat ik impressies waarneem, maar niet de dingen zelf. En dan zegt hij, daar wordt eigenlijk helemaal niet voor geargumenteerd. En je vindt bij Hume nog wel een argument, nou dat weet hij dan te weerleggen. Tenminste, dat probeert hij te weerleggen, dat doet hij in dat hoofdstuk 14 uit de Essays on the Intellectual Powers of Man. Dat zit in het boek, dus de tweede reflectie gaat daarover. Dat is het grootste deel van de primaire tekst van Reed in het boek. En daarin probeert hij te laten zien van, nou, of het is gewoon direct een dogma, ze accepteren het, of er komt een halfbakken argument en hier heb ik de argumenten tegen. Dus dat is iets waarvan hij zegt van, nou, er is geen argument voor. Waarom zou ik dat dan geloven? Waarom zou ik die theory of ideas accepteren? Want de conclusie, de consequentie van het accepteren van die theory of ideas is scepticisme. En daarvan zeg je, ja, dat is toch absurd dat ik ga twijfelen aan het bestaan van de wereld buiten mij of aan mijn eigen persoonlijke identiteit. En dan wordt, en dan zie je de erfenis van die Turmill, dan wordt de common sense scheidsrechter. Dan zegt hij, dan moet je dus te raden gaan bij wat de gewone man denkt. En daar sluit hij heel expliciet bij aan. De persoon die niet filosofisch onderlegd is. De persoon voordat hij enige educatie heeft gehad. Daarvan zegt hij, die twijfelt toch niet aan de buitenwereld. Dat is toch common sense. En hij zegt ook, ja, je mag die gekke ideeën dus eigenlijk niet accepteren. En hij duidt het ook echt op die manier. Hè, als gek, als absurd. If we could shake off the principles of our nature. En dat is de ideeën die we van onze common sense hebben. This is not the active philosopher, but the fool or madman. Hè, je hangt de pia's uit en je bent geen filosoof. En dan zegt hij, op andere plekken zeg je het ook met zoveel woorden. We may observe that opinions which contradict first principles are distinguished from other errors. Dus het zijn fouten, maar ze zijn onderscheiden van andere fouten. By this, that they are not only false, but absurd. Ze zijn niet alleen onjuist, ze zijn ook eens echt absurd. En absurd wil zeggen, ingaan tegen de evidente waarheden van de common sense. Ingaan tegen de eerste principes van de common sense, the principles of our nature, drukt het op verschillende plaatsen op andere manieren uit, want daar bedoelt hij allemaal hetzelfde mee. Nou, laten we nog snel even naar een paar voorbeelden kijken. Het eerste is, en een van de eerste principes is, onze eigen persoonlijke identiteit. En daarvan zegt hij, ja, dat is een continued existence, dat blijft continu doorheen de tijd. En bij Hume zie je nou precies, dat Hume zegt, ja, zoiets neem ik helemaal niet waar, en twijfelt dus aan het bestaan daarvan. En Reed zegt, ja, maar daar twijfelen we toch normaal gesproken niet aan. Dus toch, dan ben je toch echt een idioot. Het is absurd om daar aan te twijfelen. En een tweede, wat ik even wil laten zien, is het principe dat zegt that those things do really exist which we distinctly perceive by our senses. Dus wat we met onze zintuigen waarnemen, dat bestaat echt. En dan bedoelt hij niet de ideeën in je hoofd, hè, die je dan waar zou nemen. And are what we perceive them to be. Als ik de zon waarneem, dan bestaat de zon, want dat is precies wat ik denk dat ik waarneem. It is too evident to need proof. We hoeven dat niet eens te bewijzen. That all men are by nature led to give implicit faith to the distinct testimony of their senses. Je vertrouwt je zintuigen. Long before they are capable of any bias from prejudices of education or philosophy. Dus voordat je überhaupt naar school bent geweest of aan filosofie hebt gedaan, denk je op die manier over de wereld. En dan zie je dus dat het direct realisme, ik zie de zon echt, dat het een van de eerste principes is van de common sense bij Reed. En hij zegt, ja, als je nou kijkt naar die hele traditie, hè, waar mensen allemaal een verstand gebruikt hebben, waar we allemaal een beetje filosofie bij gebruikt hebben, dan is het al die mensen die dat geprobeerd hebben, niet gelukt om dat scepticisme buiten de deur te houden. En Hume die zegt dan, ja, dat moet je dan dus maar accepteren. Zo interpreteert Reed Hume. En alleen een terugkeer naar die common sense kan dat voorkomen. En ja, dan moet je dus eigenlijk die traditionele filosofie helemaal opgeven. En laat ik dan eindigen met een citaat waarin hij dat eigenlijk zegt.
waarin hij de filosofie adresseert en zegt van nou, als dit is wat je moet doen, dan laat maar zitten. Admired philosophy, daughter of light, parent of wisdom and knowledge. If thou art she, thou hast not yet arisen upon the human mind, nor blessed us with more of thy rays than are sufficient to shed a darkness visible upon the human faculties, and to disturb that repose and security which happier mortals enjoy, who never approached thine altar, nor felt thine influence. But if indeed thou hast not power to dispel those clouds and phantoms which thou hast discovered or created, withdraw this penurious and malignant ray. I despise philosophy and renounce its guidance. Let my soul dwell with common sense. Ik dank u.